Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Bindi. En vandaag gaan we deze Celebrations Elite Trainer Box openen. Ik vind Celebrations dus echt een geweldige set. En ik ben heel erg benieuwd of we wat leuke hitjes kunnen pakken. Dus let's go! Hier is die dan, de Celebrations Elite Trainer Box. En jongens, als ik zeg dat deze set qua prijs echt gestegen is, dan meen ik dat. In een Celebrations pack zitten namelijk 4 kaarten. En 1 Celebrations booster pack gaat gemiddeld tussen de 8 en 9 euro. Zoals jullie kunnen voorstellen is deze ETB dus ook wat duurder. Een normale ETB zit tussen de 40 en de 50 euro. Terwijl op dit moment kost deze Elite Trainer Box gewoon 120 euro. Maar juist omdat ik Celebrations echt een leuke set vind en ik eigenlijk wel benieuwd ben wat voor waarde we eigenlijk uit deze ETB kunnen halen, dacht ik dat het leuk was om hier een video over te maken. Als eerste hebben we hier onze card sleeves. Een pakje energy kaarten. Deck dividers. Deze super mooie Greninja kaart. En zoals jullie kunnen zien, het is een shiny Greninja. Dan de reden waarom dat we natuurlijk allemaal hier zijn, zijn de packs. We hebben hier maar liefst 10 celebration packs. En nee, het blijft niet bij die 10 Celebration Packs. We hebben nog meer packs. Nou, we beginnen met een packie van Celebrations. Ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Ik vind het gewoon echt fantastisch dat ze bepaalde vintage kaarten hebben nagemaakt. Maar ook deze holo-kaarten die in de set zitten vind ik echt geweldig. Wacht even. Jongens, kijk even wat we... wat? Kijk even wat we bij onze eerste pack voelen. Deze Garchomp. Oh my god. Ik dacht, we beginnen gewoon even rustig met een simpel packie. Oh my god, zien jullie wat ik zie? Ook nog een Flying Pikachu. Laten we nu even deze Vivid Voltage pack openen. Oh my god, ik zie een hele schattige kaart. Such a cutie. Oké, okay, here we go. Een pinch erin. Een Trambiek. Nessa. Deze kaart zag ik. Kijk wat een cutie. Love it. Dan hebben we deze Dedenne. Een Drillbur. Een Oshawott. Deze Reverse Holo Stone Energy. En een Metagross. Het is weer tijd voor een Celebrations Packie. Ik ben heel erg benieuwd wat in deze pack zit. Vooral omdat we net een heel leuk packie hadden. Kom op, kom op, kom op. Helaas geen hitje. Door naar deze pack van Chilling Rain. Vier naar voren. En here we go. Een Raboot. Heel erg benieuwd of hier een hitje in zit. Oh, deze Crookie kaart. En een Scorbunny. 2 starters. Oh, dit ging mis. Reverse Holo Sneasel en een Warring. En wat een verandering. Gaan we weer een Celebrations packie openen. We hebben deze Groundon. Deze Cosmog. We hebben Pikachu's Birthday. Oh my god, ik vind deze kaart echt zo leuk. De kleuren, love it. Pikachu die echt enthousiast is over een taart. Moed, maar love it. Oké, daar zit nog wat achter en ik zie al spoilers. De Surfing Pikachu VMAX. Oh my god, kijk wat een chunky boy. We gaan verder met deze pack van Battle Styles. Kijken of we ook zoveel geluk hebben met deze Battle Styles pack. Waar natuurlijk meer kaarten in zitten. Dan de Celebrations. Garbage. Door naar een nieuw Celebrations packie. Heel erg benieuwd of hier weer een leuk hitje in zit. Of 2 hitjes. Dat mag natuurlijk ook. We hebben de Full Art Pikachu. En het is een Chunky Pikachu. Door met onze ene laatste pack met 10 kaarten erin. En here we go. Ik weet het niet. Ik heb hier niet zo'n goed gevoel bij. Omdat die andere packs, daar zat ook garbage in. Ja, hier weer. Ja, we openen maar meteen de volgende van Darkness and Blaze. Want dan zijn we daarvan af. En dan kunnen we lekker Celebration packjes openen. Want daar zitten wel betere hits in. Want tot nu toe, in de regular packs, alleen maar garbage. Alleen maar garbage. En hier... Oh, wel. Deze keer hebben we de holo. Voor de verandering. Met deze Celebrations pack erbij hebben we nog maar 6 Celebration packies. En ik wil eigenlijk nog wel heel graag die Charizard poelen. Of die Umbreon. Dan ben ik ook gelukkig. Een Surfing Pikachu. Jij bent niet wat ik vroeg. Ik wilde wel anders. Ik hoop dat ik een Charizard of een Umbreon poel. Dus please gun mij. Jammer. Ik zong ook nog zo'n mooi liedje. Vind ik een beetje. Oeh, we hebben Rocket's Admin.
Pikmin een trainerkaart. Love it! En weer een Chunky Pikachu! Door met onze volgende Celebration Pack. We gaan voor die Charizard. We hebben weer een Surfing Pikachu. Dit is alweer onze ene laatste pack, jongens. Kom op, ik wil nu Charizard. Yoga. Oh, dit is een leuk kaartje. We hebben deze Team Magma's Groudon. Zit er nog wat achter? Helaas, een regular holo. We hebben hier onze laatste Celebrations pack. Kunnen we hier de Umbreon of de Charizard uitpoelen? Ik hoop het. Ik hoop het echt oprecht. We gaan het zien. Lugia. Een Dolphin. Nee, deze heb ik al. Oh, we hebben deze Dolphin. Maar dit is niet wat we wilden. Wel een leuk kaartje. Maar niet wat we wilden. En een Zamazenta V. Maar hey, we mogen niet klagen, want we hebben echt wel leuke hitjes gepakt. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!